Ik heb in de Bijbel gelezen dat Jezus in Johannes 2, 13 tot 25, daar reinigt hij de tempel. Ja. U bent bekend uiteraard met dat verhaal. Ja. Ik heb dezelfde vraag aan het CDA gesteld. Jezus die maakte een zweep van touw. Ja, dat doe je even over. Het was niet een daad waarbij dat hij zomaar even iets deed. Hij heeft het wel voorbereid. Daarna ging hij de tempel in. Hij joeg de beesten joeg hij eruit en de geldwisselaars keerde hij de tafels om. Uh-huh. Het geld kwam op de grond te liggen. Uh-huh. En dat is dus Jezus die de tempel reinigt. Uh-huh. Ik zou graag willen zien, hoe kunnen we dat vertalen naar nu? Dat voorbeeld van Jezus, wat ik een heel mooi voorbeeld vind. Ja. In dat voorbeeld ging het er met name ook om de hypocrisie. Er waren mensen die juist in de tempel, in het huis van God, daar wilden geld aan wilden gaan verdienen. Uh-huh. Ik denk dat dat Jezus daar ook mee wil zeggen, niet alles draait om het materiële. Juist niet op een plek waar je juist om het geestelijke zou moeten gaan. En ik denk dat ook voor de politiek, we zitten nu in een economische crisis en het gaat natuurlijk heel veel over materiële zaken. Maar ik denk dat we ook veel meer zouden naar de immateriële zaken zouden moeten gaan kijken. En we hebben vandaag hier ook een debat gehad over de voedselbank, waar je juist heel goed omzien naar elkaar erg sterk ziet. En dat we als samenleving ook veel meer dat aspect centraal moeten gaan zetten. Als overheid moet je keuzes maken over geld natuurlijk, maar mogen we juist niet. En dat probeert de ChristenUnie ook heel erg, de immateriële kant, dus omzien naar elkaar. Maar ook van de waarde van het leven, al dat soort zaken. Daar moeten we ook heel veel aandacht aan blijven besteden. En daar zetten wij ons voor in. Mijn vraag blijft toch, ja? Eigenlijk. Want ik heb het bij het CDA ook gedaan, heb ik al gezegd. Jezus was agressief op dat moment. Hij zei eigenlijk van nu is het genoeg. Uh-huh. Ja, deze geldzaken in het huis van mijn vader past daarin niet. Yeah. Ik denk dat hij goed heeft nagedacht over wat hij deed en dat daar toch die agressie uitkwam. Yeah. Hoe ziet u juist dat aspect van die agressie daarin? Nou, de agressie was de woede die Jezus daarover had. En dan nogmaals, het gaat ook echt ook over dat alles om de commercie ging draaien. Uh-huh. Juist op een plek waar het daar niet om ging. Dat het veel meer ook om God heeft twee dingen gezegd bij de 10 geboden van dien God en dien de naaste als uzelf. Dat zijn de twee aspecten die het belangrijkste zijn, wat mij betreft ook in het leven. En daar moet je soms inderdaad wel eens, ook in de politiek, wel eens hard durven opstaan en zeggen van dit kan niet. Dit is iets wat heel echt tegen onze normen, waarden, tegen onze principes van wat leven is en wat het zou moeten zijn, moet je daartegen kunnen opstaan. En wij doen dat in de politiek, maar ik denk dat er ook heel veel organisaties zijn die dat in de maatschappij doen. Op hun eigen manier. En dat vind ik het mooie eraan, dat ieder op zijn plek, in zijn positie, moet doen wat hij kan.